Joepie, spullen zijn binnen. The moment of truth. Dit zijn onderdelen voor een prototype. De aanleiding ervan is de opera Het Vlot van Medusa. De regisseur die wilde heel graag een bewegende plateau, waarbij het lijkt alsof mensen op zee dopperen. Dus de zee moest op een gegeven moment kalm zijn en vervolgens begint hij dan heel langzaam te golven. En dat moest in feite ook nog instelbaar zijn, trappeloos. Dus dat veronderstelde een slagverstelmechanisme wat aan die krukas gekoppeld werd, zodat zeg maar, de beweging van die krukas min of meer overgenomen kon worden en versterkt kon worden of verminderd kon worden. We hebben een prototype gemaakt, een soort van technische maquette om te kijken van werkt dat nou eigenlijk. Als ik nou dit punt ga verstellen, dan zie je dat die heel langzaam die krukasbeweging begint over te nemen. En naarmate ik dit punt verder verstel, wordt die beweging steeds groter, tot uiteindelijk zeg maar hier de beweging 1 op 1 wordt overgenomen. Nou ja, voor dat verstellen hadden we een actuator nodig. Dit is een actuator. Deze hebben we dus zelf moeten ontwikkelen omdat het gewoon in de praktijk niet te koop was. De zee die is op een gegeven moment kalm, er gebeurt niks, die begint langzaam te bewegen. En dan kunnen wij op een gegeven moment zeggen, oké, we hebben hier een schuifpotmeter. Dit is bijvoorbeeld 0, er gebeurt helemaal niks. Nu ga ik schuiven en nou begint die zee heel langzaam te deinen. En dan staat zeg maar elke schuifpotmeter staat voor 1 verstelmechanisme. Dus bij elkaar hebben we 20 van deze schuiven. Die dan natuurlijk in een soort van paneeltje gebouwd worden. En waarbij je dus echt als het ware maar zo met je vingers die golven van die zee kunt componeren. En dan kun je natuurlijk zeggen van en nu gaat het stormen en dan kan ik maximaal uitsturen. Worden de golven eigenlijk steeds hoger en hoger en hoger. Dus het koor staat erop en die, nou ja, dat gaan we doen en dat gaat lukken. Heel veel zorg besteed aan de lagering, want het moet natuurlijk heel erg stil zijn. Want op het moment dat je natuurlijk een zee hebt die golft en je hoort overal gepiep en gekraakt, van dan is natuurlijk de magie helemaal weg. Dan zie je hier de 5 vloeren en op deze vloeren staat dan het koor. De vloer bestaat uit 5 identieke rijen. Elk heeft 5 platforms en die plateautjes die gaan bewegen. Dat groene frame daaronder staat stil. En hier zie je de krukas die 4 scharnierpunten aandrijft die voor de op- en neergaande beweging zorgen. Maar de golfbeweging wordt dus veroorzaakt doordat die krukwangen ten opzichte van elkaar versprongen staan. En omdat elk van die krukassen afzonderlijk wordt aangedreven, kun je die golven ofwel helemaal synchroon laten lopen, maar je kunt ze ook juist niet synchroon laten lopen. Dus je kunt een grote kolkende zee maken of een hele kalm golvende zee. Daar kan de regisseur dan mee spelen. Dit is een van de mainframes van Flos Medusa. Er komt zoveel enorme krachten op met 150 man koor, waar kan eigenlijk niet veroorloven dat iets misgaat. Daarom is het belangrijk dat elke las is goed. Het moet natuurlijk maakvast zijn. Het moet natuurlijk goed gelast zijn. Wij moeten, in totaal moeten wij 5 rijen maken. En wij zorgen dat die zijn precies hetzelfde. Alles moet gewoon goed. Nou zit hij hier aan, dus zouden die kruk deze kant uit moeten trekken. Nee, 51 mm zit ertussen. Nou, we zien niks vreemds hè, in de eerste instantie. Dus het frame is al gebouwd en de onderdelen van de machinekamer die worden er gemonteerd. Dan wordt dit frame nog 4 keer gemaakt en ontstaat er een plateau dat dan bij elkaar 16 meter bij 7,5 meter diep is. In principe zijn die 5 rijen identiek, behalve dat in de achterste rij ook nog weer 4 hydraulische cilinders zijn geïncorporeerd, die ervoor zorgen dat dat hele plateau ook nog als een soort van tribune schuin omhoog kan komen aan de achterkant. Het is wel spannend om het te gaan zien werken. Er kunnen op meerdere manieren dingetjes anders lopen dan je bedacht had. En eigenlijk moet dus die vrij complexe machinerie doodstil zijn werk doen. Nou, staat hij dus, het beest. Hij is dus nu helemaal ingepakt. De techniek is onder de motorkap verdwenen. Oké, dan gaan we bewegen. Nou, schaaf dit, hè? We gaan nu naar de maximale snelheid. We gaan nu de golf nog hoger maken. Nou gaat hij kantelen. Even aan de achterkant kijken of het allemaal goed gaat. Nou ja, so far so good. Gaat hij goed? Nog geen gekke geluiden? Nou, grappig is toen de amplitude klein was, dan hoorde je dik.